Goedemorgen allemaal. En ieder van harte welkom hier in dit kerkgebouw, deze bijzondere, maar ook verdrietige ochtend. Een ochtend waarin we afscheid nemen van onze zuster Eva Mulder, van zus, van tante en wat voor relatie u ook met haar staat. Een dag waarin we dan afscheid nemen, dat is een dag waarop je ook terugkijkt, terugdenkt. En wat is het dan fijn om bij elkaar te mogen zijn, ook in dit kerkgebouw, als familie, als gemeenteleden, om ook thuis verbonden te zijn. En zo mogen we dan op een dag van afscheid ook troost en houvast zoeken bij elkaar. Maar het mooie aan in een kerkgebouw samen zijn is dat we ook troost en houvast mogen zoeken bij onze God. De God waar onze Eva in mocht geloven, waarvan ze mocht getuigen, aan wiens hand zij mocht gaan door het leven heen. En zo willen we troost en houvast zoeken bij elkaar, maar ook bij de Heere onze God. En wij willen deze dienst met elkaar beginnen door eerst gewoon een moment stil te zijn. Een moment stil te worden. Er is alweer heel veel gebeurd, hè? Ook deze ochtend, ook in de aanloop na deze dienst. Misschien hebt u wel een lange reis ook afgelegd. Dan is het goed om eerst eens rust te brengen in onze harten en gedachten door een moment stil te worden. En na een moment van stilte mag ik een woord van verwachting uitspreken en de groet van de Heere overhandigen. Laten we beginnen door eerst stil te worden. We beginnen deze dienst door uit te spreken dat we alles in ons leven, maar ook voor na dit leven, verwachten van de Heere onze God. En dat is de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De God die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid. En de God die nooit en te nimmer loslaat het werk dat zijn hand begon. En vanmorgen mag ik jullie ook begroeten namens deze God. En de Heere zegt, er is genade. Er is barmhartigheid, er is liefde en er is vrede voor u en voor jou. Van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap, in de eenheid van de Heilige Geest. Amen. De Bijbel laat God zien en in de Bijbel laat God zich kennen als de God die ons door en door kent. Allemaal zoals we hier zijn, zoals we thuis verbonden zijn, hebben we allemaal onze gedachten gevuld misschien met herinneringen, met verdriet. En dat is voor God niet verborgen. Hij ziet dat, hij kent dat. En zo kan God ook dichtbij komen om ons te troosten en door deze dag heen te helpen. En een prachtige psalm, een prachtig lied dat daarover gaat, is psalm 139, die we met elkaar willen zingen en willen beluisteren. Heer, u doorgrondt mij, u ontwart al de geheimen van mijn hart. Laten we dat met elkaar zingen en beluisteren.
tot deze God die ons ziet en die ons kent, die ons nooit loslaat, willen we nu ook gaan in gebed om hem te bidden om zijn nabijheid en zijn zegen in deze dienst. Laten we onze God bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, u ziet ons, u kent ons, u doorgrondt ons. Zo zegt Psalm 139 dat. En maar is het fijn om dat te mogen weten, dat met elkaar te mogen belijden op een ochtend als deze. Ons verdriet, ons gemis is niet voor u verborgen. U ziet het, u kent het en u komt daarin dichtbij om ons te troosten en te ondersteunen. En daarvoor danken wij u, Heere, dat u die God bent en voor ons allen, zoals we hier aanwezig zijn, thuis verbonden zijn, zo wilt u er ook voor ons zijn. En wij bidden u, Heere, wilt u ons een goede dienst, een goed samen zijn zo geven deze ochtend, waarin troost en steun gevonden mag worden bij elkaar, maar ook bij u, Heere God. Als we de Bijbel ook gaan openen, dat daarin ook woorden mogen klinken waarin we weer houvast vinden, waarin we deze dag van afscheid ook verder mogen gaan. Troost ons, Heere, ook als we houvast zoeken bij elkaar, als we herinneringen met elkaar delen over wie onze zuster Eva was voor ons persoonlijk. Troost ons, Heere, met de herinneringen die we meedragen in ons hart. Geeft u daarvoor ook kracht, Heere, als we daarin herinneringen mogen delen. Geef daarin uw nabijheid ook. Vader, wilt u zo deze hele dienst in uw handen nemen en zegenen, dat het goed mag zijn. Niet alleen hier en nu, maar ook waar we op terug mogen kijken, Heere, met dankbaarheid. Omdat we troost en houvast daarin mogen vinden en ervaren. En Heere, misschien is zo'n dienst als deze ook wel een dienst wat voor ons heel ongewoon aanvoelt, omdat we het niet zo gewend zijn. Heere, laat dan toch ook door alles wat ook hier mag gebeuren, iets van de schoonheid, de mooiheid van het geloof wat ook Eva had, mogen doorschitteren. Dat we dat ook mee mogen nemen. Wilt u zo aanwezig zijn en deze dienst zegenen? Wees u hier zelf. Wees u bij ons. Dat bidden wij u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En in zijn naam alleen. Amen. Dan willen wij nu met elkaar gaan luisteren naar het In Memoriam. Allereerst zal een neef van onze zuster Eva herinneringen delen. En daarna zal Cato ook nog wat herinneringen delen. Eva, je was een bijzondere tante. Ik wil jullie graag meenemen in de bijzondere rol die tante Eva en de jeugd van zowel mijn broer Jan Willem, die als het goed is online vandaag aanwezig is, en mij gespeeld heeft. Els en Willem, mijn ouders, vonden het vroeger fijn om af en toe eens met z'n tweeën te zijn of weg te kunnen. Tegenwoordig, weet ik nu ik zelf een dochter heb, Lily, hoe fijn het dan is als er iemand op je kinderen wil passen en waarvan je kinderen het ook nog eens leuk vinden om daar naartoe te gaan. Nu, zo iemand was Eva bij uitstek. En zo kwam het dat mijn broer, die 7 jaar ouder is dan ik, en ikzelf in een periode van in totaal zo'n 20 jaar... heel vaak samen, maar ook ieder afzonderlijk bij tante Eva gingen logeren. Ondanks dat ik het Eva nooit direct gevraagd heb, denk ik dat ze ons en later ook haar nichtjes toch ook een beetje als haar kinderen beschouwde. Met daarbij het voordeel dat ze in de opvoeding een geringe rol had en zich volledig kon storten op het verwennen van ons. Een weekend met Eva was dan ook altijd een feest. Het begon meestal op vrijdagavond als ze ons kwam ophalen en we boodschappen gingen doen. We mochten dan altijd kiezen wat we als ontbijt wilden. Ik nam altijd frambozenvla. En de zaterdag bestond dan altijd uit een activiteit, soms dichtbij, maar meestal kwam daar een lange treinreis aan te pas. En dat betekende vroeg opstaan en na het ontbijt meestal in draf, omdat Eva nog even dit of dat moest regelen of doen, naar het pittoreske Hilversum Nos, later Noord en tegenwoordig met de prachtige naam Mediapark. Vanwaar we dan vertrokken naar de leukste plekken van het land, met in de zak wat van Eva gekregen geld om onderweg een leuk cadeautje of een souvenirtje te kopen. We aten dan eigenlijk altijd onderweg wel iets samen, of zoals Eva dat noemde, we gebruikten dan wat.
en kwamen meestal laat met de trein weer thuis. En dan mochten we vervolgens nog wel tv kijken, tot een iets later tijdstip dan we thuis gewend waren. Zondag, samen met Eva naar deze kerk, die helemaal niets veranderd is in 30 jaar, zie ik, voor de ochtenddienst en dan 's middags vaak wandelen of auto's tellen die op de betonweg voor Eva's flat langs reden. Na het eten dat Eva altijd volgens oud-Hollandse traditie, aardappels, vlees en groenten, klaarmaakte, werden we dan weer door een uitgeruste paps en mams opgehaald. Toen ik nadacht wat ik vandaag wilde zeggen, ben ik eens gaan opschrijven wat ik op die manier allemaal met Eva heb meegemaakt. En het werd een ongelooflijk lange lijst die waarschijnlijk nog niet eens compleet is. En waarmee we in die tijd, als ik dat zo op de kaart bekeek, een groot deel van het NS-spoorwegnetwerk hebben bereden. Ik wil graag een aantal memorabele en traditionele uitjes met jullie delen. Zo was een jaar voor Eva eigenlijk niet compleet zonder tegen de kerst een bezoek te brengen aan Gouda in kerstsfeer. De grote kerstboom op de markt en de lichtjes overal in de stad maakten dit tot een favoriet uitje. Een bezoek aan de prachtige kerk met een groot orgel, het museum Catharina Gasthuis en een hapje eten bij een bistro in de schaduw van de grote kerk hoorden daar vaak bij. Naar huis gaand waren we meestal beladen met kilo's goudse stroopwafels die Eva ruimhartig cadeau deed aan familie en vrienden. Wij, en ook Eva, waren ook altijd gek op een bezoek aan Lagevuurse voor een heerlijke pannenkoek of een bezoekje aan de lokale midgetgolfbaan. Er zijn dan ook weinig jaren voorbij gegaan dat we daar niet zijn geweest. De Efteling, die ik een behoorlijk aantal keer samen met Eva heb mogen bezoeken, was toch wel altijd een van de hoogtepunten. Maar ook een dagje Zuid-Limburg, Valkenburg, een wandeling langs de Geul en een rit met het miljoenenlijntje met Eva verhalend over een vakantie van mijn opa en oma in Zuid-Limburg zijn in mijn geheugen gegrift. Samen met Eva en Jan-Willem naar Vlissingen om in een hotel aan de boulevard een weekend door te brengen, terwijl we 's avonds en 's nachts met z'n drieën keken hoe de lampjes van de schepen die over de Westerschelde voorbijvoeren aan ons voorbij trokken. Soms zo dichtbij dat het leek alsof je het kon aanraken. Een erg bijzondere herinnering. Zo bijzonder dat ik 2 jaar geleden met mijn dochter Lily ook een weekend samen met haar aan de boulevard in Vlissingen heb doorgebracht in een hotel en wij ook samen naar de schepen hebben gekeken. Als klap op de vuurpijl ben ik 2 keer met Eva op wintersport geweest. Samen met de nachttrein van Utrecht naar Kierkberg en daar heerlijk samen in de sneeuw sportief bezig zijn. We vonden het heerlijk. En ook mijn eerste vliegervaring heb ik met Eva mogen opdoen. Toen mijn broer Jan-Willem een tijdje in Londen studeerde, zijn we hem daar gaan opzoeken met het vliegtuig en hebben we daar een weekend gezamenlijk doorgebracht. Dus afgelopen week heb ik door dit allemaal op te schrijven een reis teruggemaakt in de tijd en veel van onze gezamenlijke uitjes herbeleefd. Dat was zowel leuk als ook erg emotioneel. Nadat we te groot werden om bij Eva te logeren, bleef Eva altijd grote interesse houden in ons wel en wee. Afstuderen, trouwen, kinderen of gewoon zomaar eens gaan logeren bij mijn broer in Engeland of op visite bij mij in Voorburg. De laatste jaren hadden we wat minder contact, maar als we elkaar dan zagen, was het altijd weer ouderwets. Het leek wel de gewoonste zaak van de wereld wat ze voor haar neven en nichten allemaal deed. En ik denk dat ze het zelf ook zo beschouwde. En ik denk dat het dat niet is en dat het Eva maakte tot een uitzonderlijke tante. Ze heeft me wel eens toevertrouwd dat ze trots was op haar grote neven en nichten. Nou, ik ben trots op jou, Eva, dat je onze tante was en op ons zelfzuchtig je in het leven stond. We gaan je ontzettend missen. Voor de gelegenheid die we krijgen om te vertellen wat Eva voor ons en voor deze kerkelijke gemeente betekende. Moet die lager? Ja? Ze nam haar eigen plaats in. Toen ze gezond was, zat ze ongeveer daar, op de derde bank, waar jullie nu zitten, iets naar achter. Yeah. Wij hadden zelfs het gezegde, als Eva binnen is, kan de dienst beginnen. Altijd op het laatste moment, maar wel altijd op tijd, kwam ze binnen. Ze kwam vanuit de kerk van Bussum, had enkele jaren in Baren gewoond en toen ze in 1975 op de Buisweg in Hilversum ging wonen, werd ze lid van de Reboldkerk. Eva was actief in de gemeente.
Ze had zich aangesloten bij een Bijbelkring en ook van de vrouwenkring was ze jarenlang een trouw lid. Ze kon daar goed luisteren, maar ook getuigen. We hebben haar zo vaak horen vertellen hoe ze zich veilig wist bij God en hem alles wat haar bezig hield toevertrouwde. Ze was een vrouw die leefde met gebed. Gebed voor jullie als familie, maar ook voor de gemeente en voor alles wat daar speelde. Ze had zeker ook haar moeilijke momenten en haar zorgen. Het alleen, zonder partner in het leven staan, vond ze soms zwaar. Hoe zal het later gaan? Zorgt er dan wel iemand voor mij? Dat waren wel vragen die haar bezig hielden. Ze probeerde hierin op God te vertrouwen en ook wij hebben tegen haar gezegd dat we er voor haar wilden zijn. Eva was een actief en gul mens. Wat heeft ze veel mensen blij gemaakt met een bloemetje? Ik denk dat bloemisterij Nijman het kon merken in zijn omzet toen Eva niet meer kon komen om bloemen te kopen. Ook bij Dekker en Winkler was ze een goede klant. Daar kocht ze tulbanden om weg te geven. Gul was ze ook met complimentjes geven. Wanneer zij vond dat je er leuk uitzag, zei ze daar altijd wat van. Waar hield Eva van? Kinderen. En zeker ook dieren. Honden, maar vooral van poezen. De poezen in haar trappenhuis zaten wel goed. Ze werden verwend. Men deed ook nooit tevergeefs een beroep op haar om op een huisdier te passen. En kinderen. Heel veel liefde had ze daarvoor. Voor de kinderen van Annette en Gijsbert was Eva een extra oma. Ze paste er wel op en ze vond het heerlijk om met hen een uitje te maken en dan lekker te verwennen. Wat jij ook net zei, hè? En was er een verjaardag te vieren, dan was Eva daar stevast bij. Eva heeft ook jarenlang op de kinderboerderij vrijwilligerswerk gedaan, op woensdagmiddag. Dan komen er meer kinderen en verkocht ze ijsjes. Maatschappelijk betrokken was ze ook. Ze is een periode schuldhulpmaatje geweest. En ze deed schoonmaakwerk bij inloophuis Wording hier in Hilversum. Je kon eigenlijk over van alles en nog wat praten met haar. Ze was goed op de hoogte van het nieuws en was geïnteresseerd in mensen. En wat Eva ook had, dat was tijd. Daar hadden wij soms wel heel veel geduld voor nodig. Nog even snel Eva bellen voor iets, lukte je niet. Een uur was zomaar voorbij. Eva heeft ook in een landelijk kerkelijke werkgroep gezeten die zich bezighield met de positie van de vrouw in onze kerken. Ze was een ruimdenkend mens, hield niet zo van kerkmuren. We zijn diverse keren wezen logeren in een klooster bij de zusters van Oosterbeek. Wat heeft ze daar genoten? Van de samenkomsten, een gesprek met een zuster of met een andere gast. En tussen de diensten door maakten we lange wandelingen door de bossen en praten heel wat af. Zo'n 10 jaar geleden is Joke bij haar gaan werken. In het begin 1 keer in de week. Maar het werd steeds meer, want Eva begon de grip op het leven te verliezen. Ze kreeg Alzheimer. Wat was dat moeilijk voor haar? Joke zag steeds meer op zich afkomen. Meer helpen in huis. De was, de boodschappen, van alles regelen enzovoort. Het moment kwam dat het alleen wonen echt niet meer ging en dat er naar een andere plaats uitgekeken moest worden waar 24 uur per dag zorg en begeleiding voor haar zou zijn. Ook hierheen heeft Joke veel betekend. Wij, Truus, Annette, Marjan, die is er vandaag helaas niet bij, en ik hebben Eva het laatste jaar thuis en daarna in zonnestraalresidentie wekelijks bezocht. Jammer dat lang in coronatijd is geweest. Begin vorig jaar was een bezoek een periode helemaal niet mogelijk.
We hebben toen wel met haar verjaardag buiten voor haar gezongen. Op een gegeven moment kregen we weer gelegenheid voor bezoek. En je zat dan beneden in de kapsalon. Voor Eva was dat niet een heel prettige omgeving. Ze werd daar onrustig van. Je had dan altijd tijd nodig om haar gerust te stellen. Wat wel lukte trouwens. Ze werd toch altijd blij van het bezoek. Een paar bezoeken wil ik nog even uitlichten. Het was net voor Pasen dit jaar. Eva lag op bed. Ze voelde zich niet goed. En ik mocht haar gelukkig bezoeken op haar kamer. We hebben wat gepraat. En ik zei tegen haar dat ik haar graag wat wilde laten horen. Met mijn telefoon heb ik haar het lied U zij de glorie laten horen. Ze knikte. Ze herkende. Haar ogen werden blij en vochtig en samen zongen we mee. Het eerste couplet en de refreinen kenden ze nog goed. Het was ontroerend mooi. Het laatste bezoek was van Joke, de dag voor haar overlijden. Eva was erg kortademig, had moeite met praten. Ze kon geen zinnen meer maken, drinken lukte niet meer, maar ze zijn samen geweest. Bij dit bezoek vroeg Joke haar of ze samen zouden bidden en Eva knikte instemmend. Samen hebben ze gebeden en God gevraagd of hij Eva thuis wilde halen. Het leven hier was zo moeilijk geworden. Joke heeft Eva, ook anders dan mag in coronatijd, 2 kussen gegeven en is naar huis gegaan. De volgende ochtend is Eva overleden. Door God thuisgehaald, zo geloven wij. Wij zijn God dankbaar voor wie Eva in ons midden was. Dankbaar dat we haar gekend hebben. En dankbaar dat we wat voor haar hebben kunnen betekenen. Zeker toen het leven steeds moeilijker werd voor haar. We zijn God ook dankbaar dat hij Eva thuis haalde. En dat zij nu over haar lijden heen is. Dank jullie wel voor de herinneringen die zo gedeeld zijn. Mooi om ons daar ook mee te nemen. Eva die vertrouwde op God, zoals je dat verwoordde. En een prachtige psalm die ook gaat over het vertrouwen in God is psalm 91. Psalm 91 die haast vertelt van ik vertrouw op God, dan komt het allemaal wel goed. Zo lijkt het haast als je de psalm leest. Maar er staat ook van, het zit hierin, dat je zelfs in de gevaren die je soms meemaakt in het leven, de donkere dalen waar je soms doorheen moet, dat je weet, God is met mij. Hij staat naast mij in gevaren. En we willen met elkaar nu zingen en luisteren naar Psalm 91, vers 1 en 4. Wie thuis is bij de hoogste Heer en schuilt in zijn ontferming, die zegt, bij u leg ik mij neer, mijn toevlucht, mijn bescherming. Thank you.
We hebben een tweetal psalmen met elkaar mogen zingen, zo mogen beluisteren. En nu willen we ook met elkaar een psalm lezen, psalm 23. Een van de bekendste gedeeltes uit de Bijbel. En daar staat het volgende. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. Voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. Leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heere, tot in lengte van dagen. Beste familie, vrienden, gemeenteleden, ook in ons midden, thuis ook verbonden. Afscheid nemen is een beetje sterven. Zo schreef een Franse dichter eens heel treffend. Afscheid nemen is een beetje sterven. Want bij het loslaten, bij het afscheid nemen van de ander, sterft als het ware een stukje van jezelf mee. En nu is dat proces van loslaten en afscheid nemen voor jullie niet iets wat alleen maar vandaag de dag er is of van de afgelopen weken. Het is een proces dat al langer gaande is. Vanwege de Alzheimer die steeds meer grip begon te krijgen op jullie zus, op jullie tante, op onze zuster Eva. Telkens moest je de ander al wat meer loslaten, moest je al een stukje afscheid nemen. Omdat het proces verder ging en steeds meer de overhand ging krijgen. En het proces van Alzheimer is iets verschrikkelijks om van heel dichtbij mee te moeten maken. En jullie vertelden me ook in het vooroverleg dat we hebben gehad hoe in het beginstadium, hoe ze dat nog heel goed voor zichzelf ook kon verbloemen, voor de buitenwereld nog verborgen kon houden. Maar van dichtbij merk je het steeds meer. Het gaat niet goed met onze Eva. En het proces van Alzheimer, het ging verder, waardoor thuiswonen steeds meer onmogelijk werd. En daardoor moest er een plek gezocht worden in het verpleeghuis. Maar ook daar werd ze trouw bezocht door het groepje van vijf, zoals jullie zeiden, samen sterk, zoals jullie het groepje met elkaar genoemd hebben. Maar ook de kring van de familie, vrienden eromheen, die contact ook hadden. Fijn. Ik heb helaas nooit het voorrecht gehad om even ook zelf te ontmoeten en gekend te hebben. Afgelopen maandag zijn wij verbonden aan deze gemeente en zo nooit haar in levende lijven kunnen ontmoeten. Maar in de gesprekken die er zijn geweest, ook met gemeenteleden, ook nog in het telefoongesprek afgelopen week met jou Els, heb ik het beeld gekregen van Eva als een hele warme persoonlijkheid. Iemand die liefdevol is. Iemand die heel geduldig is met mensen om haar heen. Maar met wie je zelf ook wel eens wat geduldig moest zijn vanwege, zoals net ook gedeeld werd, dat ze zelf ook wel eens wat te laat was. Iemand met een heel groot hart, die altijd voor anderen klaar stond, kaartjes stuurde naar gemeenteleden, ook die jarig waren, cadeautjes ook stuurde. Veel voor andere mensen deed, vaak ook in stilte op de achtergrond. Veel werk is ook verborgen gebleven. Ze was ook een hele gelovige vrouw. Iemand die wist dat ondanks dat zij alleengaand was door het leven, dat ze nooit alleen stond in het leven. Eva wist, de Heere, mijn God, Hij is met mij. Een betrokken en trouw gemeentelid. Een zuster in de Heer Jezus. Bekend en gewaardeerd door velen. Iemand die vertrouwde op haar Heere, haar God. En heel treffend staan dan ook de woorden van Psalm 23 boven de rouwkaart. Psalm 23 is namelijk ook echt een psalm waarin dat geloofsvertrouwen, het bouwen op God, waarin dat eigenlijk van de woorden afspat en het daarin ook doorklinkt. En Psalm 23 is een psalm, zoals ik bij de lezing ook al zei, waarschijnlijk een van de bekendste gedeeltes is in de Bijbel. Een gedeelte waarin miljoenen mensen wereldwijd en door alle eeuwen heen
troost en houvast hebben gevonden, steun hebben gevonden voor hun leven hier op aarde. En zo mogen wij op deze dag van afscheid ook troost, steun en kracht zoeken in deze woorden. Woorden van Psalm 23. En Psalm 23, het staat er ook boven geschreven, het is een psalm van David. En als de schrijver David erover spreekt dat hij God ziet als een herder, dan weet David maar al te goed waar hij het over heeft. Want voordat David koning werd van Israël, was hij eerst schaapsherder geweest. En als wij met elkaar nadenken over het bestaan van een herder, dan denken wij in ons landje Nederland al snel aan een heel veilig en rustgevend beroep. Een beetje achter je schaapjes aanlopen over de weides. De drinkbakken wat bijvullen en voor de rest wat voor gevaar heb je te vrezen in ons land. Maar de situatie in het Midden-Oosten, dus ook in Israël, is compleet anders. Daar heb je geen mooie groene grasvelden zoals wij dat in Nederland kennen. Nee, Israël staat juist bekend om haar woestijngebied van de dorre vlaktes. En dus moest je als herder op zoek met je kudde van nieuwe groene weides. En als ze daar uitgegraast waren, moest je weer opnieuw op zoek naar een nieuwe groene weide. Telkens op zoek, in een soort nomade bestaan. Telkens op reis. Dan was het beekje weer, als ze zich daar gevoed hadden om weer door te reizen naar nieuw drinkwater. En zo leidde de herder dus een rondreizend bestaan met zijn kudde, met de schapen. Zo zorgde de herder zelf voor voedsel, hij zorgde zelf voor drinken. Maar een herder in die tijd deed nog meer. Het was ook een tijd in het oude Israël dat je nog geen veeroosters had, schrikdraad of prikkeldraad of dat soort dingen. Nee, de beschermende taak lag ook volledig bij de herder zelf. En daarom zegt David ook in dit gedeelte, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Een herder had namelijk een herderstaf bij zich, zo'n lange staf met zo'n kromming eraan. En als een schaap wat afdwaalde, dan kon hij met die kromming er zo weer bij trekken of even aantikken. Kom op, we moeten verder. Beschermen de weidende taak van de herder. En de herder had een stok bij zich. Dat was een soort knots. Daar kon hij wilde dieren, als die eraan kwamen, kon hij wegjagen om zo zijn kudde te beschermen en zich over hen te ontfermen. Dat is het beeld van Psalm 23. God als een herder. God die er is om voor de mensen, voor zijn schapen, hen te zorgen. Hen te eten te geven, drinken te geven, hen te leiden. Hen ook te beschermen. En zegt David, als ik daarover nadenk, God die zo is, dan geeft mij dat rust en kracht in dit leven. Het geeft mij weer moed. Want zoals een herder dat allemaal doet voor zijn schapen, zo doet mijn God dat ook voor mij. Zelf ben ik dus maar een schaapje, zegt David. Zelf ben ik dus maar kwetsbaar en afhankelijk, maar ik weet dat God er voor me is. Ik weet mij geborgen in de handen van mijn Heere. En eigenlijk heeft David daar best een punt, hè, dat wij als mensen eigenlijk net een stel schapen zijn in dat rotsgebied van Israël. Als mens zijn we eigenlijk maar heel kwetsbaar, heel afhankelijk. En natuurlijk, we voelen ons allemaal in tijd en wijle heel wat. We plannen ons leven in, we bouwen ons bestaan hier wat op en daar zijn we ook heel goed in. Maar er zijn zomaar momenten dat we daarmee geconfronteerd worden. De kwetsbaarheid van het leven, de kwetsbaarheid van het bestaan. We hebben die broosheid en kwetsbaarheid ook gezien in het leven van Eva, vooral ook die laatste jaren, hoe kwetsbaar de gezondheid, ook psychische gezondheid van ons is. We worden mee geconfronteerd in onze eigen levens, in de wereldwijde crisis waar we nog altijd doorheen trekken met elkaar. Maar ondanks de kwetsbaarheid, zegt David, die we allemaal met elkaar meemaken, wanneer we zo afhankelijk zijn van allerlei omstandigheden om ons heen, ondanks de kwetsbaarheid, zegt David, vind ik rust. Vind ik troost, kracht en moed bij God. Want God, zegt David, God zorgt voor mij. En het zijn niet alleen woorden uitgesproken door David eeuwen geleden. Het zijn ook woorden uitgesproken door Eva zelf.
In het vooroverleg dat we hadden in deze dienst, toen vertrouwde je me toe, Truus, hè, dat jullie een keer aan haar vroegen van... Eva, zou je het fijn vinden als er nog een keer een predikant op bezoek komt? Dat Eva gezegd, nee, dat is niet nodig. God zorgt voor mij. Een prachtige belijdenis. Prachtig om dat te weten. God zorgt voor mij. Maar als je dat zegt, wil dat niet gelijk ook zeggen dat het leven dan van alle gevaren vrij is. Dat alles maar koek en ei is. En de zon elke dag schijnt of dat soort dingen. Nee, de Bijbel is daar ook heel eerlijk in. Hè? Ook in vers 4 lezen we dat het leven soms ook door donkere dalen moet gaan. Het lijden is de Bijbel ook niet vreemd. Is er niemand van ons vreemd. En Psalm 23 tekent die weg dan ook heel bijzonder. Dat de weg soms door donkere dalen moet gaan. En in gedachten zie je dan die herder daar trekken met die kudde schapen. Van die ene groene weide naar de volgende groene weide. Maar om daar te komen moesten ze eerst door een donker ravijn heen trekken. Waar het zonlicht niet kon komen. Schapen die om zich heen kijken bijna niks meer zien maar weten. Ik hoor de stem van de goede herder. Ik ben veilig bij hem. Het kan donker worden in het leven. Door omstandigheden die wij meemaken, door situaties waar we soms zomaar in terechtkomen. Het kan donker worden in het leven. Ook dat hebben we heel pijnlijk en verdrietig gemerkt bij het leven van Eva. Door de verschrikkelijke ziekte Alzheimer werden haar gedachten steeds donkerder. Het denken dat steeds moeilijker werd. God zorgt voor mij, ook als het donker wordt, zegt Psalm 23. Ook als alles om mij heen donker gaat worden, ook als er steeds minder heldere momenten overblijven in mijn leven, hoef ik geen gevaar te vrezen. Hoef ik niet bang te zijn, want, zegt Psalm 23, u bent met mij. Als een herder gaat u met mij mee, ook dwars door de duisternis heen. Psalm 23. Het is een lied. Het is een gedicht. En als je de oorspronkelijke taal leest, het Hebreeuws waarin dit geschreven is, dan is er iets heel bijzonders in deze psalm. Precies in het midden staan de woorden, u bent bij mij. Dat is de kern van dit lied, de kern van de troost, de houvast die David ervaart. U bent bij mij. Prachtige woorden die David uitsprak. Prachtige woorden ook die Eva heeft uitgesproken in haar leven. De Heere is met mij. God zorgt voor mij. Maar hoe wist ze dat dan? Hoe wist zij dan dat God ook voor haar zorgde? Dat de Heere er ook bij was? Hoe wist zij dan dat die belofte ook voor haar gold? Hoe kun je dat nou weten voor jezelf? Dat kan alleen maar vanwege één persoon in de geschiedenis. En dat is de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En weet je hoe de Heer Jezus over zichzelf spreekt in het Johannes-evangelie? In een gesprek met mensen zegt Jezus, ik ben de goede herder. Alsof de Heer Jezus tegen de mensen om hem heen dan zegt, Psalm 23, dat gaat over mij. Want God toont zijn zorg aan ons mensen door mij heen. En vervolgens zegt de Heer Jezus dan dat hij de goede herder is die zijn leven geeft voor zijn schapen. En dat wordt duidelijk als je het evangelie verder leest. Dat de Heer Jezus zijn eigen leven geeft aan het kruishout van Golgotha. Waar Jezus zichzelf laat breken om onze gebrokenheid weer te helen. Waar Jezus de dood in afdaalt om voor ons de dood open te breken. Zodat de dood niet langer het einde is, maar in Jezus Christus een thuiskomen in het Vaderhuis, thuis bij hem. Door het geloof in Jezus mocht Eva God niet alleen kennen als de God die als een herder voor haar zorgt in dit leven. Maar mogen ook die laatste woorden van Psalm 23 in vervulling gaan. Ik keer terug in het huis van de Heere
tot in lengte van dagen. In Jezus Christus mocht ze afgelopen zondag op Pinksteren thuiskomen bij haar Heer en bij haar Heiland. Om in het beeld van Psalm 23 te blijven. Eva mocht in dit leven gaan aan de hand van de goede herder die erbij was, al die dagen opnieuw. De herder die haar niet in de steek heeft gelaten, toen haar gedachten haar wel steeds meer in de steek gingen laten. De Heere die met haar meeging en haar nu naar die eeuwige groene weide heeft gebracht. Een heerlijk beeld waarin ook iets van haar getuigenis doorklinkt, iets van haar voorbeeld, gaand aan de hand van de goede herder. En dat is niet alleen iets wat voorbehouden is aan Eva, of alleen maar voorbehouden is aan David, iemand die prachtig kon schrijven en zingen daarover. Nee, gaand aan de hand van de goede herder. Het is iets wat we allemaal mogen doen, want de Heere is hier bij ons aanwezig. Het is Pinksteren geweest en daardoor weten we, God is door zijn geest aanwezig bij ons. En ieder mens mag gaan aan zijn hand door het leven. Ieder mens mag leren zeggen, Heere, wees mijn herder. Psalm 23, de herderspsalm. Een psalm die tot troost en steun is geweest voor veel mensen wereldwijd. En het is mijn gebed dat het ook tot troost en steun mag zijn voor ons hier aanwezig, voor ieder thuis met ons verbonden, op deze dag van afscheid, van gemis en verdriet. Dat we vanuit het dal van verdriet waar we met elkaar doorheen trekken, onze ogen op mogen slaan naar boven, naar de Heere zelf, die met ons is, die voor ons zorgt. Want de Heere, ja de Heere, Hij is onze herder. Amen. De Heere danken voor de God die Hij is, die als een herder voor ons zorgt. Die als een herder ook onze zuster heeft thuisgehaald. En we willen de Heer ook danken voor alles wat zij in onze levens heeft mogen betekenen. Laten we de Heere danken. Heer onze God, Vader in de hemel.
U maakt zichzelf bekend aan ons als de God die als een herder voor ons zorgt. En als we nadenken over dat beeld zoals we met elkaar gedaan hebben, dan mogen we dat voor onszelf ook weten, dat we nooit alleen door dit leven hoeven gaan. We mogen gaan aan uw hand. De God die niet in de steek laat. Ook al laat onze gezondheid ons soms in de steek. Laat de mensen om ons heen ons soms in de steek. Laat onze gedachten ons misschien in de steek. U nooit, maar dan ook nooit. U houdt vast tot in eeuwigheid. U laat ook niet in de steek als we ons leven hier op aarde moeten afleggen. Maar u neemt dat in uw handen, Heren. En u brengt het thuis bij u. En uw naam zij ervoor geloofd en geprezen. Dat u, Heer Jezus, de dood doorbroken heeft. En dat we ons mogen troosten met dat beeld. Met die belofte. Dat Eva thuis is. Thuis bij u, Heer Jezus. Die zij heeft leren kennen als haar goede herder. En Heere, dank dat dat niet alleen voorbehouden is aan Eva. Maar dat voor ons allemaal mag gelden. Dat u de herder wilt zijn van ons allen. Dat u uw handen uitstrekt. Telkens weer. Ons door en door kent en opzoekt en omgeeft. Dank voor uw liefde en uw trouw. Heere, we danken u voor al het werk dat onze zuster Eva mocht verrichten. Ook hier in de gemeente. Voor de persoon die zij was en de warme contacten die zij ook had. Heere, voor alle zegeningen die zij mocht verspreiden. Iets van uw gulheid en liefde mocht delen hier in de gemeente. Maar niet alleen hier in de kring van gemeentes, mocht er ook doen, Heere, in de familie. Heere, dank ook voor de woorden die daarin gedeeld mochten worden, ook in het in memoriam. Voor alle warmte die ze mocht uitstralen, als het ware, mocht doorgeven, ook in de familiekring, naar haar neefjes, naar haar nichtjes. Dank u wel, Heere, voor wie zij was. Voor ons, wie ze daarin altijd is geweest en de warme herinneringen die we mogen meedragen. Dank, Heere, dat u haar aan ons gegeven hebt. En Heere, wij bidden u, ook als we straks aan het eind van deze dienst komen en deze kerk zal gaan verlaten, als we ons naar de begraafplaats gaan begeven, Heere, dat we dan ook mogen weten dat we niet alleen gaan met een hart van vol verdriet, met een hart vol herinneringen, maar ook, Heere, aan uw hand mogen gaan. De God die troost, die leidt, die sterkt en beschermt. En wilt u dan zo met ons gaan? Geef ons troost en kracht, juist ook op deze dag en ook daarna. Dit alles bidden wij u en dit alles danken wij u. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en zijn naam alleen. Amen. Zoals gedeeld in het in memoriam mocht Eva op paasmorgen of Pasen nog zingen en luisteren naar U zij de glorie, opgestane Heer. En zo willen we ook deze dienst met elkaar afsluiten om met elkaar te luisteren naar dit lied. U zij de glorie. En ook het heerlijke wat daarin doorklinkt. Hè. Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft. Die mij heeft genezen. Die mij vrede geeft. En zingend die woorden mogen we ook denken aan onze zuster die thuis is bij onze Heer. Laten we luisteren en zingen. U zij de glorie. Thank you.
Jezus leeft. Dat is het feest wat met Pasen elk jaar opnieuw gevierd mag worden. En eigenlijk elke zondag opnieuw gevierd wordt. En in die belofte van zijn opstanding klinkt dan ook dat een ieder die sterft in geloof in hem, met hem eeuwig zal leven. En vanuit die belijdenis mogen we ook van hier gaan, mogen we ons straks naar de begraafplaats begeven. Dat in Jezus Christus de dood niet het einde is. Hij heeft overwonnen. En ook als we dan van hier gaan, gaan we niet alleen, we mogen samen gaan. We mogen ook gaan onder de zegenende handen van onze God, die als een herder voor ons zorgt. Mogen gaan aan zijn handen. En als teken en onderstreping van die belofte van nabijheid, mogen ook zijn zegen in ontvangst nemen. Ontvang de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle eenheid met de Heilige Geest. Die zij en die blijven met jullie allen. Amen. We begeleiden Eva met elkaar naar haar laatste rustplaats op de Noorderbegraafplaats hier in Hilversum. En u mag hier op eigen gelegenheid naartoe gaan. Voor diegenen die niet meegaan en voor iedereen thuis, ik dank u namens de naaste familie hartelijk voor uw warme belangstelling en aanwezigheid vandaag. Dragers, mag ik jullie vragen naar voren te komen?